ik ben Rutger en wat leuk dat je naar deze nieuwe, hele speciale video kijkt. Het werkt! Vandaag is een hele bijzondere dag, want het is namelijk mijn verjaardag! Nee, dat is helemaal niet waar. Ik ben morgen pas. Oké, ja, dat is niet helemaal... Oh, het gaat niet meer... Het bestem blijft voor altijd zo! Je hebt ook heel veel in gedaan. Ja, een beetje te veel. Oh, het gaat weg volgens mij. Ja, bijna. Ja, ja. Maar vandaag is het 1 september en ik neem jullie de komende dagen mee tijdens... deze mini-weekvlog, een soort van een midweekvlog daarom. Maar, mooi. Leuk. Wow, hij doet het. Dit is de eerste ballontest. We zijn druk bezig met de voorbereidingen van mijn verjaardagsfeestje. Het is vandaag 1 september. Ik ben vanavond om 12 uur precies jarig. En vanavond komen hier ontzettend veel hele leuke, lieve mensen. Die zien jullie straks allemaal. En de komende dagen neem ik jullie dus mee in deze mini-weekvlog. Als je er zin in hebt, geef de video in ieder geval vast eventjes een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren op Vreurtje als je niet bij de familie hoort. Ja, ja jongens, bijna de 500.000. Zou een leuk verjaardagscadeau zijn eigenlijk. Dan gaan wij ondertussen de boel nog even afmaken hier. Ik vind het al best wel leuk. Lijn, ballon. Dit zijn er nu 20. Wil je nog meer? Ja, sowieso. Alles moet vol. Check hoe raar dit is. Deze die blijft gewoon op dezelfde hoogte zweven. Alsof je in de ruimte bent. Kijk. Wow. Als wij een feestje geven, dan houden we ervan om het lichtelijk overdreven aan te pakken, zoals je misschien wel ziet. Maar, niet alleen de woonkamer moet natuurlijk leuk zijn. Als je op een feestje bent, ga je soms wel 5, 6 keer naar de wc, dus daar moet het ook leuk zijn. Ja, dus we hadden het volgende bedacht. Hoe leuk is het als je een wc-selfie moet achterlaten op de wc? We hebben dus een Polaroid-camera gekocht. Die leggen we hier neer. Er komt nog een bordje met maak je wc-selfie. En we hebben er al samen eentje gemaakt. Oh, zo, kijk, dus voor de eerste. Heel leuk. En als het goed is, komt dit dan straks vol te hangen met iedereen die hier naar de wc is gegaan. En hoe dat er dan uitzag, dat wil je toch altijd wel weten? Oké, het is 11:15 en om 1 uur komt de allereerste visite. Mijn ouders en de ouders van Thomas en mijn broer. Dus ik ga me maar snel even stoombaar maken, want dit is niet echt helemaal... Ja. 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 Oké. Tijd om te douchen. En inmiddels is de eerste visite gearriveerd. Mama is er. Hallo. En papa. Het belangrijkste ingrediënt van vandaag misschien wel. Ja, slagroom. Laat zien. Hij zit goed verpakt. Oh. Nou, hoe is het gelukt? Heel mooi. Ja, hè? Speciaal voor jou. Nu, nou, dankjewel. Ik heb mijn sjerp omgekregen van Thomas. Dat wilde je zelf heel graag. Nee, ik wil hem eigenlijk vanavond pas. Maar goed, nu loop ik er al heel de dag mee. Nu voel ik me wel echt jarig. En ondertussen is de rest van de visite ook gearriveerd. Hoi! En tijd voor, om de taart van mama te proeven. Zo, de ouders van Thomas en mijn ouders zijn weer naar huis. Dus het is nu eventjes stilte voor de storm. Want het feest barst vanavond natuurlijk pas echt los. Dus ik dacht, dit is even een heel mooi moment om jullie bij te praten. Want ik heb heel erg leuk nieuws. Het gaat over Tina Festival. Ook dit jaar ben ik beide dagen aanwezig op 22 en 23 september. En net als vorig jaar heb ik weer een eigen stand daar met merchandise. En natuurlijk zal ik daar ook regelmatig te vinden zijn. Maar daarnaast heb ik nog iets leuks, want op zaterdag ga ik bij de Lockstar stand een Q&A doen. Daar kun je me live allerlei vragen stellen en maak je ook nog eens een keertje kans op een Lockstars multipack. Dat vindt dus allemaal plaats op zaterdag om 1 uur bij de Lockstar stand. En op zowel zaterdag als zondag doe ik een meet and greet. Dat is vanaf 2:05 en dat gaat gewoon via Tina zelf. Dus ik heb er echt onwijs veel zin in om jullie weer allemaal te zien en te ontmoeten. Maar misschien heb je nu nog geen kaartjes. Nou, geen paniek. Ik mag namelijk 3 kaartjes weggeven voor Tina Festival. Het enige wat je daarvoor hoeft te doen is mij even in de reacties te laten weten waarom jij nou zo graag wilt komen. En hou daarnaast ook even mijn Instagram in de gaten, dat is Rutger Vink, want daar geef ik ook nog eens een keertje 3 kaartjes weg komende week. En nog heel erg leuk nieuws, want wij zijn... Wow, kijk. We zijn getrouwd. Ik heb een vinkje, jongens. Ja. Oh. Nu ben je Thomas Vink en nu zijn we soort van getrouwd. Nee, Thomas begint van Vink. Nou, oké. Lijkt het ook als een getrouwd zijn. Tijd om de woonkamer dansklaar te maken. Zo, we hebben het huis helemaal sfeervol gemaakt. Zelfs de gang is verlicht. Ja, nou het feest kan beginnen. We hebben alleen nog geen vrienden. Ik ben het hoor. Oh ja, knuffel.
knuffel. Zou er iemand komen, denk je? Ik denk het niet. Dit is heel erg. Stel dat er niemand komt vanavond. Dat wij zo niet goed zijn in onze hoofd. Dat wij denken, al onze vrienden komen naar mij. Heel zielig. Jongens, het is 8 uur. Ik had gezegd tegen iedereen, 8 uur begin een feestje. Er is niemand. Ga ik zelf maar dansen. Oh! Hè? Dit was niet afgesproken. Oh. Daar komen ze, jongens. Spannend. Heel erg willen ze me laten schrikken. Ik zie het al. Ik ga doen alsof ik erin trap. Hallo. Oh. Nou. Wat ligt hier nou? Oh, heel gezellig, hoi. Oh. Voor je verjaardag. Nou, het beste cadeau. Wie heeft deze troep hier neergelegd? Nee hoor, heel leuk. Kom verder. Oh, het is helemaal los, zie ik nu vandaar. Lief staat deze. Heel lief. Oh. Niet pijn doen, niet pijn doen, niet pijn doen. Ik ben hier heel bang voor. Je moet hem zo doen, dat is enorm. Je legt het even vast. Je denkt dat ik dit wil in mijn vlog wil. Ja. Jouw cadeau. Een Fortnite winkelcar. Met onze rit. Zet hem maar even op pauze als je dit allemaal wil lezen, maar we gaan een wandeling maken. Ja, nou, een hike hoor. Een hike. Ja, nee, het is niet zomaar een wandeling. Laat even weten via de poll of jullie daar een video van willen zien. Ja. De wandeltocht. De wandeling. De wandeling. Leuk. Ja. Misschien, laat maar weten. Het gesprek. Wow, is het chocola? Wat is het? Wat is het? Dit is tiramisu. Lekker. Ja. Dank jullie wel. Ja. Dit is nu al het origineelste cadeau. Ik had geen tasje. Dus dit was onderweg. Het enige tasje, want ik had het gewoon hier. Maar kijk wat er is zit. Leg het uit. Kijk. Dit is een glow mask om je huid te herstellen na zwaar. Voor morgen? Oh ja? Een moisturizer spray, want je huid heeft heel veel moois voor nodig na heel veel drank. Oh. Een foundation om de ballen mee weg te werken. Is heel erg dekkend. Kou gewoon voor de slechte adem. Oh my god. Paracetamol voor de hangover. En sinaasappelsap. Wauw, nou dankjewel. Door jou leef ik morgen nog. Precies. Oh, wauw. Fortnite Lama. Nou. Ja. Ja, auw. Ja, dat was ik zo. Oh. Zo lekker, mogen we er een? Ja. Yes. Oh. Het hoofdgerecht. En dit is trouwens serieus. Dit is geen grapje, maar dit is een serieus ding. Oh. Dat je toch als een serieus ding. En hier zet ik hem even op pauze, want dit is zo'n bijzonder cadeau. Hier komt een aparte video over. Oh my god. Oh, wat leuk! Ben je klaar voor je wee-selfie? Ja, oké. Okay. Moet je wel even zitten, hè? Ja. En inbeelden dat je het doet. Inleven. En waar moet ik op drukken? Oh, hij moet... Maar hoe moet ik drukken? Ik hoop dat ik niet knipperde. Ik vind het zo grappig wat ik heb gedaan. Heel nauw. Oké, ik ga bij Gaby. Naast mama. Ja, en dezelfde kleding weer. Leuk! Leuk, hè? Moet je nog poepen doen? Nee, dat doe ik. Dus ik hou het wel even op. Oh, ja.
moest even Denise in de keel kijken. Wat doen jullie? Ja, ik heb beelden. Ja, maar je hebt bijna niks aan. Je ziet alles. Ik laat jullie wel weer aan. Ik zal niet meer storen, oké? Volgend jaar word ik 30, dus dan vier ik het niet. Alles moet op vanavond. Slaapfeestjes compleet hoor. Ja. 'Snachts nog even televisie kijken. Goedemorgen. De hoogste tijd om wakker te worden. Ik ben het al, maar er is toch niet. Daar komt verandering in. Wat is nou een leuk liedje om mee wakker te worden? The Lions. Sleep tonight. Deze. Allemaal lieve felicitaties. Zijn we er klaar? Goedemorgen. Alsof er niks gebeurd is. Tada! Helemaal opgeruimd. De slingers hadden we nog, want je bent er vandaag. Ja, dit is echt mijn verjaardag vandaag. En ik zag op Instagram zoveel lieve felicitaties. Echt, echt onwijs bedankt allemaal. En heel leuke reacties op de video's. Ja, dus mocht je die nog niet gezien hebben, kijk even hierboven of in de beschrijving. We hebben namelijk cadeauroulette gedaan, dus ik heb mijn cadeautje al gekregen. Super lief, ja, dat ga ik nu niet verklappen. Eigenlijk. Ja. Dat je nu niks meer krijgt. Nou, hallo. Als je weet wat voor cadeau het was, niet normaal. Maar we hoeven vandaag verder niet per se iets te doen. Nee, ik ben jarig. Ik wil nu naar een attractiepark. Ja, we kunnen nog iets doen. En we gaan... Nee, ik denk dat we het best wel rustig aan gaan doen vandaag. Want morgen wordt sowieso ook een hele toffe dag. Oeh, what is dit? Oeh, oh, met een foto erop. Nou, super lekker en lief. Ik zit even op mijn gemakje te kijken wie nou de leukste foto gisteravond heeft gemaakt. Ik weet niet wat hier gebeurt, Alwin. En Saskia is ook heel zwoel. Met z'n drieën op de wc moet ook gewoon kunnen. Oh my god, kijk hoe flawless deze foto is. En dit is denk ik het zieligste wat ik ooit heb gezien. Dit is toch geweldig, dit blijft hier sowieso hangen. We hebben ons eventjes opgelapt en opgedoft van die bank afgegaan. Ja, misschien hebben we zo voelig niet. Nee, we gaan eventjes uit eten. En ik mocht kiezen heel erg lief, dus ik heb gekozen voor... Mexicaans! Smakelijk! Eet smakelijk! Een hele goede morgen allemaal. Het is inmiddels de volgende dag en Thomas en ik zijn onderweg richting Amsterdam. Thomas is eventjes Starbucks halen, dus ik sta hier zo lekker gezellig te tanken. Toevallig heeft dat tanken wel te maken met wat we vandaag gaan doen. We gaan namelijk in een hele bijzondere nieuwe auto rijden en vanavond ook nog eens een keertje naar een concert. Maar daar zal ik zo meteen nog meer over vertellen. Ik zal niet verklappen van wie, of misschien wel, misschien zo meteen. We zullen het zien. Eerst maar eventjes mijn eigen auto volgooien en ik zei dat dit alles te maken heeft met die auto, want... De auto waar we zo meteen mee gaan rijden, oh hij is klaar, is elektrisch. Dus dan hoef je dit niet meer te doen. Hoe leuk ziet Thomas er vandaag uit? Netjes, kijk, hè? Ja, heel leuk. Speciaal voor de Jaguar. We hebben helemaal spannende opbouw te maken over welke auto we gaan rijden. Dat die, alleen de hint was elektrisch, dus ik stap in. Zeg jij gelijk Jaguar? Ja, maar jij zegt dat hij net zei, dat ik wilde vertellen waarom ik er zo netjes uitzie. We hebben het gevonden, we zijn in een hotel. En als het goed is... Helemaal diva. Ja,
moeten we hier ergens verzamelen. We hebben net een hele uitleg gekregen over de auto waar we in gaan rijden. En het schijnt dus zo te zijn dat de manier waarop wij rijden, dan wordt er een remix gemaakt. Dus alle data van hoe wij rijden wordt verzameld. In combinatie met het nieuwe liedje van Dua Lipa. Ja, en dat is dus ook de artiest. Ja, nu hebben we weer verklapt. We gaan vanavond naar Dua Lipa. Yes. Dus ja, ik ben benieuwd. Welke zullen we kiezen? Wow. Super vet. Okay. Nou, wil het rijmen alsjeblieft niet in elkaar? Nee, ik ben benieuwd. Filmen? Ja. Oké, okay, daar gaan we. Wow. Jezus. Oké. <Okay. laughs> Zo. Heel mijn riem. Ik knalde echt met mijn hoofd helemaal naar achter zo. We hebben even een stukje gereden. Yes. En het was heel apart. Je hebt echt alles uitgeprobeerd. Hard rijden, zag jij. Ja, het is apart in de zin van auto. Hoe snel die is. Ja, maar het is echt een geweldige auto. Maar omdat jij zo van een test was, ben ik zo enorm misselijk geworden. Oeps, sorry. We gaan hier een bepaalde challenge doen. En dan gaan we volgens mij slalommen. Dus dat wordt alleen maar erger voor jou dan. Ik ga niet achterin. Ik zal het even proberen uit te leggen. Je ziet hier allemaal pionnetjes achter me staan. Die gaan zo meteen knipperen. En daar moet je dus tussendoor gaan rijden. En het begint volgens mij makkelijk. Het wordt steeds moeilijker. Laten we maar kijken hoe Thomas het gaat doen. Daar gaat hij. Daar knipperen van die paaltjes is. Daar moet Thomas als allereerst tussendoor. Hoe hij slipte. Ja. Wow. Yes, go. Daar komt hij hoor. Wat ging jij hard? Ging het goed? Heel goed. Ik heb mijn agressie eruit. Ik vond het was het leuk? Het was heel leuk. Oh, ik denk dat je het heel leuk gaat vinden. Ik ben bang gewoon. Is het niet eng? Het is echt niet eng. Nee. Oh, okay. Maar je moet gewoon niet te bang zijn. Je moet gewoon gas geven. Maar ik ben benieuwd wie het uiteindelijk beter heeft gedaan. Voorspel jullie het eventjes. De pol staat boven in beeld. Ja. Nee, de pol. Oh, pol. Was vet, hè? Oh, nou, als ik gewoon boodschappen ging doen, ze rijden. Volgens mij heb je het echt heel goed gedaan. Ja? Ja, je ging echt hard. Oh nee, ik ben tweede. Thomas, jij is het eerste. Nog steeds. Ik zei toch dat ik goed kan rijden? Ja, oké, okay, nu is het wel bewezen. Big round of applause, now a big one this time, for Thomas van Grimsen. Yeah! Woo! Weet je wat ik nou niet snap? Waarom worden wij hier eerste en tweede en in Fortnite, wat we al maanden spelen, kunnen wij nooit iemand killen? Ik moet eerlijk iets toegeven. Ik heb natuurlijk vaker geraced. Wat dan? Nee, ik heb vaak op zo'n rally in de hand. Oh, vandaar. Dus ik wist er een vandaar. Het gaat gebeuren, jongens. Funk is the something. Falling in love. Het is niet hard zingen, dan loopt iedereen weer weg. Oh nee, dat is waar. We zijn in ieder geval bij de Sugar Factory. En echt heel veel zin. Hier gaat het concert plaatsvinden. Hierachter, hier binnen. Kom. Laat hem binnen gaan. Familieleden bij het concert. Het concert van Dua Lipa was echt super, super tof. Maar kijk even, jongens, wat er allemaal hier achter mij ligt. Ik ben bij mijn postadres geweest en dit lag daar allemaal op mij te wachten. Wow. Ik ga het nu allemaal openmaken en lezen. Dat kan ik natuurlijk niet allemaal in deze video laten zien, want dan duurt het wel heel erg lang. Dus ik ga er gewoon random 3 tussen uithalen.
Ik ben heel erg benieuwd wat erin zit. En don't worry, dit wordt sowieso de derde die ik ga openmaken. Ik ben heel erg benieuwd. Lieve Rutger, van harte gefeliciteerd met je 29e verjaardag. Je maakt me altijd heel blij met je video's en je bent een groot voorbeeld voor mij. Voor je verjaardag heb ik een klein verhaaltje geschreven die je hieronder kunt lezen. Die heb ik ook op mijn fanaccount @gewoonfamilie geplaatst. Oké. Het is echt een heel erg lang verhaal, dus mocht je het willen lezen, dan moet je even naar dat account gaan. Ik ga het natuurlijk zo meteen ook even op mijn gemakje lezen. Ik wens je een hele fijne verjaardag en nog heel veel jaren toe, liefst van Tessa. Nou, super thanks Tessa. What? Hier zit geld in. Nee toch? Dat hoop ik niet. Oh nee. Oh. Hoi Rutger, ik ben een beetje erg dom geweest, want ik had je alvast een verjaardagskaart gestuurd. Maar ik heb er geen postzegel op geplakt. Oh, dus dit is nog geld voor de postzegel voor als ik een boete krijg. Hopelijk kan ik een meet and greet scoren bij Tina Festival. Tot op Tina Festival, liefst Robin Jochems. Nou, super lief Robin. Ik had nog geen boete gehad, gelukkig. Maar ik was even bang dat iemand me daadwerkelijk geld voor mijn verjaardag had gestuurd. Dat zou ik echt nooit accepteren. Doneren doe je maar bij Fortnite video's. Even kijken, dan is het nu tijd. Daar gaan we. Wat zit erin? Oh yes! Wow, deze is leuk. Kijk! Oh, heel leuk. Heel erg leuk. Oh, volgens mij is deze van heel veel kijkers. Ik herken namelijk heel wat gezichten hierop. Lieve Rutger, van harte gefeliciteerd met je verjaardag. Maak er een superleuke dag van. Groetjes, gewoon leuk. En dan staan er hier allerlei accounts en die zijn allemaal het volgen waard. Dus zet hem eventjes op pauze, ga naar Instagram en volg deze accounts. Ik wil jullie allemaal onwijs bedanken voor alle lieve felicitaties. Of je nou een kaartje hebt gestuurd, een YouTube reactie hebt achtergelaten, een tweet, een Instagram berichtje. Het is echt niet normaal hoeveel liefde ik op me af heb gekregen. En jullie zeggen wel eens van, Rutger, je maakt me echt onwijs blij met je video's. Maar dat soort kleine dingen, die maken mij weer heel erg blij. Zeker in zo'n week als deze week. Want Thomas en ik hebben ook minder leuk nieuws te horen gekregen. Want Thomas' opa is ja, toch wel vrij onverwachts overleden. En dat kunnen kaartjes natuurlijk niet goed maken of wat dan ook. Maar het helpt zeker dat soort lieve dingen van jullie. Om op die manier dan ja, wat vrolijker weer te voelen. In ieder geval wil ik je heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. Als je het leuk vond, laat het mij even weten. Door de video een duimpje omhoog te geven. En dan zie ik je gewoon volgende week donderdag weer om 4 uur 's middags met een nieuwe video. Maar tot die tijd, stay fearless. Doei doei!